Mirjam, ik weet helemaal niet. Goed, het is een klein schijt. Ik heb het gezegd. Je kan je kont er niet keren. En zeker Ria niet. En dan nog eens al dat ongedierte. Ja, het is ongelooflijk. Het was alle porties erbuiten. Een os en een ezel. En er zou dus draadloos internet zijn? Nou, het enige wat draadloos was, was die ezel. Die zat over hem. En toen ineens, midden in de nacht, stond er ineens drie van die Oosterse types midden in de kamer. Het is toch van de Rutte besnuffeld, serieus. Dat soort types moeten ze dus verbieden. Dan flikker je zo'n Mauro eruit, krijg je de drie weer terug. En maar serieus. Het is niet te doen. En ze was mij ook nog beloofd dat er 24 kanalen waren op de televisie. Waaronder een adult anaal kanaal. Nou, ik zappen op alle nette Johan Cruijff. Was op alle nette Johan Cruijff, Ria? Het is Maria! Kijk, en ik kan het allemaal helemaal niet hebben, want ik ben hartstikke zwanger, dus al die stress, dat is voor mij. Ja, bij het geringste of geringste begint ze te lekker als een Japanse kernreactor. En het is zo, Ria! Goed, in ieder geval, beste conceptieman, wij willen ons geld terug. Want je wilt niet dat je kind op zo'n plek geboren wordt? Hallo? Jezus Christus! Oh, dat is een leuke naam! Weet je wat? Dan gaan we naar die andere gast, hoor, die rijdt in de rukker. Ha 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 ha!